En wat is jouw voornemen? Voor het nieuwe jaar, haar? Vroeg iemand aan mij na het aftellen. Ik zei, nou, mijn voornemen voor het nieuwe jaar is gewoon zoveel mogelijk, maar dat is het altijd al bij mij, zoveel mogelijk plezier maken. Ja, lol. Ja, gewoon elke minuut van elke dag helemaal uitknijpen tot de laatste druppel. Dat is het. Ja, dat is mijn voornemen. Ja. En ik zeg tegen hem, en wat is jouw voornemen dan voor het nieuwe jaar? En hij kijkt mij aan. Hij liet even een stilte vallen. En toen zegt hij, ik ga meer naar mijn vrouw luisteren. Ha, vrienden, hoe vind je hem? Ik werd daar enorm door verrast. Ik zeg, dat voornemen heb ik nog nooit eerder gehoord. Ja, zegt hij. Ik ga meer naar mijn vrouw luisteren. Hij zei, dat is gewoon een goed voornemen. Hij zei, want een vrouw, die moet je ook eens meer om advies vragen, bijvoorbeeld, zegt hij. Ja, want die kijken toch anders tegen dingen aan. En daar moet je dan goed naar luisteren. Hij zei, dat heb ik geleerd de laatste tijd. Hij zei, en ze geven ook adviezen waar je dan ook meer naar moet luisteren. Zegt hij tegen mij. Ja, hij had er allemaal goed over nagedacht. Het kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, boep. Hij wist het precies. Hij zei, ja, want als ze dan adviseren van trek wat extra kleren aan, het is wat koud. Of doe financieel dit of dat. Of als je boos bent, dat ze dan zeggen, niet gelijk die telefoon pakken. Je bent nu te kwaad. Wacht een dag en dan bel je een keer. Al dat soort adviezen. Dan moet je naar luisteren bij je vrouw, zei hij. Ja, hij zegt, en er is nog een enorm voordeel. Hij zegt, als je het doet en je luistert naar je vrouw, hij zegt, dan gaan ze ook. Kom je een beetje naar me toe, dan gaan ze ook minder zeuren. Hij zegt, nou, hij zegt, dat is ook goed voor jezelf. Ja, maar dan word je zelf dan ook een beetje vrolijker van. Dan wordt het leven ook leuker van. Ja. Hij zegt, doe het nou. Hij zegt, ik ga het doen. Ik ga meer naar mijn vrouw luisteren. En mijn tip aan jou is, zegt hij, ga dat ook doen. Dus vrienden, ik geef deze. En ik ga het ook doen, hoor. Ja, ja, ja. En ik geef deze tip ook aan jullie door. Ja, ga het doen. Ga meer naar je vrouw luisteren.